Hoppa, lekker hoor. Goedemorgen. Hey mensen, top dat jullie weer kijken. Welkom bij deze nieuwe werkplaatsvlog. Ja, de mannen van den Doorn die zijn er weer hoor. Ja, gelijk op. Mooi. Vandaag weer verder aan de elektrische installatie. Ziet er maar niet meer op te werken. Goedemorgen Jelle. Goedemorgen Emiel. Zijn we weer? Zijn we weer. Hey, wat is het plan voor vandaag? Vandaag gaan we in ieder geval verder met de werkzaamheden. Er moeten nog wat groepen getrokken worden. Want vorige week wou je die machine aansluiten, maar er zat nog geen kabel in. Nee, klopt inderdaad, ja. Dus voornamelijk een kabel in het trekken. Buitenverlichting gaan we aanpakken. De deelkast wordt gekeurd vandaag. Afrekenen met de aarde nog. Dat is gewoon een stuk massief aluminium, of niet? Nee, dat is echt vertint koper. Oh! Koper, ja, een tinlaagje zit eromheen. Ik dacht dat het echt gewoon aluminium was of zo. Omdat aluminium is ook wel een goede geleider eigenlijk, maar koper het is. Oké. Er zat al een A-pen, maar de waarde die was wel sterk verslechterd. Dus we hebben een nieuwe A-pen geslagen. Ja, voornamelijk afwerken vandaag. Waarschijnlijk de laatste dag. Ja, denk ik vandaag het laatste dingetje. Misschien gaan we nog een keertje terugkomen voor het puntje op de I. Maar ik denk dat we aan het zijn. Ja, super. Ja, buitenverlichting. Ja, ik ben benieuwd, want er hingen wel wat lampjes. Maar... Ja, die hadden we vorige week afgekoppeld. Ja, ik was aan het zoeken. kijk daar. Er zitten wel iets. Van die kleine dingetjes. Maar daar kwam niet zoveel licht vandaan. En die hadden ook wel kuren. Ja, een keer brandde die fel en dan was er zomaar meer een soort van sfeerlampje. Okay. Ja. Nou, we hebben een nieuwe armatuur allemaal, ook met de bewegingssensor. En hier op de hoek zit er eentje op de afstootblok. Gaat in aan de zon en kijk, mooi. Ja, net als deze bekabeling hier buiten, die mag er allemaal af dan straks. Want jullie doen ze vanuit binnen, komen ze dan? Naar binnen. Ja, super. Oh, dus we kunnen straks ook dit er nog af gaan slopen dan. Ja, nou, verder is er maar twee cellen waar lichtlijnen gemonteerd moeten worden. Daar is net mee begonnen. Ja, die heb ik net open gedaan. Ook. Ja. Dus we moeten even kijken bij die andere, misschien even wat spullen aan de kant zetten nog. Maar okay. Dat komt goed. We hebben hulp zat vandaag volgens mij. Dus, Ja, daarom. Ja. Zo, we hebben weer een hele delegatie. Met hoeveel man zijn jullie vandaag? We zijn vandaag met zevenen. Kijk, met zevenen. En, en natuurlijk, we hebben vandaag weer de hulp van een aantal Patreons. Ja. Ja. Goeiedag, joh. De rest is allemaal druk aan de slag. Ja, hier is Fabian, maar ik weet niet waar de rest allemaal zit. We gaan ze. Binnen. Ja, Leon is volop bezig hier met het kantoor. Tenminste, die is de omkasting aan. Want er moet ook voor de elektrische keuring. Ja, we moeten inderdaad in een grote meterkast komen. Dus. Oh, mooi. Heeft die mooi gemaakt. Ja, dus het komt goed uit dat straks ook tegelijk klaar is. Dus dan kan het inderdaad, want dat is voor de keuring van de kast, is dat ook al belangrijk. Dus. Klopt, moet je een meekast zetten. Super. Ja. Mooi. We gaan aan de gang. We vliegen erop. Hey, succes. Ja, dankjewel. Maar dit is een echte Philips. Dit is een echte Philips, ja. Inderdaad, ja. Er zitten ook wel meer van die ledjes in volgens mij, als ik het zo zie. Bijna dubbelen van wat daar zit. Ja. Nou, dat denk ik zeker al de dubbele. Ja, zo. Mooi hoor. Zelfde hoogte aanhouden of? Ja, gewoon wat goed uitkomt. Ik zou op zich mogen ze. Ja, wat is het beste? Als ze een beetje veilig onder de goot zitten, dan hebben ze het minste last van regen en zo natuurlijk. Ja, precies. Ja, ze wat langs de mee. Ja, daarom. Zou ze gewoon gelijk zo hoog als ze kunnen en dan. Zonder dat ze dan echt een schaduw maken van de groot tank. Ik denk dat het beste is. Ja, ik denk dat je dit niet dik krijgt. Ik laat ze wel een klein beetje naar beneden richten natuurlijk. Ja. Overgaan. Ja, het maakt het heel erg in de huis.
Ja. Ik zie in één keer dat er een andere brandstofpomp is deze. Met een deksel aan de onderkant. Maar dat... Had hij er niet? Nee. Nee hoor. Daar zit dan nog een zwarte stop onderin. Zie je? Ja. 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 Ja, apart. Omdat 1,5. Wat? Oh, wacht. Hey, ah, hij draait uit de kraan, dat is ook goed. Ja. Dat is ook goed. Als de kraan maar blijft zitten. Ja, die blijft zitten. Nee, ja, goeie. Ik heb hem, hoor. Oh, netjes. Dat komt goed. Oh, die moest er ook af. Ja, sorry. Mooi. Ziet helemaal wit. Ah, mooi. Ja, die gaan we gewoon weer gebruiken natuurlijk, hè. Kunnen zo in het rek. Even de rommel eraf en dan kunnen ze daar achter in de hoek. Teamwork. Zullen we dat met die plaat gaan? Die heb ik gisteren heus niet verzaagd, toch? Nee. Nou ja, dat... Terwijl niet eerst de camera erop staat, ja. Ja, mooi. Ik heb er liggen gipsplaatschroeven en ook van die speciale bitjes zijn er ook zelfs. Met zo'n houder dat je deze niet te dieper in draait. Ja, ik heb mijn achterbok aan de instellen op gipsplaat. Oh, dus, voor alle gemakken voorzien. Ja. Dit is mooi. Deze zijn goed. Hoe meer er goed zijn, hoe meer ik ben. Ja, nou laten we hopen dat we niet te veel kleppen hoeven te stellen. Je misschien net die monteur die hier aan gewerkt heeft, wel gewoon kleppen goed gesteld heeft. Die kan ding laten doen. Ja. En dan moeten we nog een... Ja, zeker. Die is klaar. Ik rol die gewoon op. Oh, ring 2. Ja, dat is een beetje gewoon. Ik heb proef het van de kandel. Ja, Kees. Ik heb een hè? Ja, niet zeker. Ik heb hem niet. Maar er staan hier en daar best wel wat doosjes. Eergisteren, ja. Ik heb een CO2-cylinder van de was paraat, maar ging gewoon rond. Gebeurde niks. Ja. Oh, ja. Ja. Kijk. Dat is gek. Blijkbaar dat daar, ik zou zeggen dat daar een persklepje bovenin moet zitten. Want ja, dus, dat lijkt niet goed. Komt daar vloeistof. Dat is bij de 40 wat erin zit nu. Komt dat zakken, woep, dan gaat hij ook naar beneden. Zie je dat? Dat is volgens mij niet de bedoeling. Dan doe je dit ook niet. Maar dit is toch gek. Dit is niet goed hoor. Deze is niet goed. Oké. Okay.
die is dicht. Kijk, daar kan ik niet doorheen blazen. En dan kost die slechte nou, dat is deze volgens mij, hè? Dat is de tweede. Ja, tweede. Ja, die. Ben ik benieuwd. Kijk, zie je? Hier zit de terugslagklep niet goed in deze. Gegarandeerd. Dat is gewoon niet goed. Dat is niet de bedoeling dat die diesel terug kan. Misschien moeten we dan toch die andere pomp erop zetten. En deze dan toch misschien even bij RMS binnenbrengen. Deze klep is sowieso niet goed. Je moet aan het binnenste stukje voelen of daar stroom op staat, Hugo. Goed? En staat er stroom op? Ja. Niet doen hoor, Hug. Nee, je moet niet de linkerste stukjes aanraken. Nee, ik kan zo bij ons beginnen. Nee, ja, beginnen. Het is, hij had de kleuren had hij al in de gaten. Deze was blauw en deze was. Deze is? Die kleuren bent in ieder geval. Donkerblauw. Donkerblauw. Ja. Hoppa. Heel goed? Dat is toch zwart, Hugo? Denk. Heb je goed geleerd van leermeester Co? Ja, ja. Blauw, blauw, blauw. Nee, jij bent een kleine kletsert. Je ziet niet. Deze is toch bruin? Je ziet niet stroom. Nee, er zit geen stroom. Hè. We gaan hem gewoon eruit schroeven, die persklep. Volgens mij kan het gewoon zonder dat alle instellingen verlopen. En als het toch zo is, dan ja, hij moet toch al uit elkaar gerepareerd worden. Dus laten we het gewoon proberen. De borging eraf. Zo, ik heb hier een andere pomp al klaar liggen. Deze is helemaal goed, die is getest. Maar deze ziet er gewoon niet zo fraai uit. En ja, als we deze nou werkend krijgen, dan is dit goed genoeg. Zou ik zo denken. Dus laten we gewoon kijken of het lukt. Hup. Laat ik die troep erin laten lopen daar. Zo. Dit ding zit vast. Die moet normaal kunnen bewegen. Kijk, ik weet niet of dat... Kan ik die... Oh, die kan ik gewoon met een tangetje pakken. Dat maakt niet uit. Dat is het al. Dat is het klepje. Die zit vast. Kijk. Een beetje. Een beetje poetsen misschien. Ook niet te veel, hè? Trouwens, ik ga hem niet poetsen. Ik denk dat hij niet beter van wordt, eerlijk gezegd. Je moet gewoon soepeltjes op en neer kunnen bewegen. Dat deed hij dus niet. En daarom bleef hij omhoog staan. Nou, hij is blij met die WD-40 volgens mij daar. Dat vind ik fijn, even kijken. En nu doet je het eigenlijk al. Die geleidingjes even een beetje oppoetsen. Kijk, dat is een stuk beter. Ik denk dat het opgelost is. Zat best wel vast, dus laat hem ook maar best wel terug vastzetten. Denk ik dat we weer een goede hebben. Oké, laten we het gelijk testen. Daar komt ie. We gaan niet meer terug. Nee, zie je? Je voelt hem nou knakken. Ja, is goed.
Nou blijft hij weer achter, hè, die. Deze. Hij blijft nou weer achter, volgens mij. Het kan zijn dat hij toch weer gewoon blijft zitten, nou, hoor. Oké. Okay. Goed. Ik zal deze eventjes zo pompen. Kijk. Ja, dat is goed. Je gaat die meer geven, hè? Die gasten aan het lopen trekken. Nou, mooi. Mooi! Kunnen we gewoon de originele brandstofpompen terug opzetten. Ik denk dat deze goed is zo. Ik kom net die camera in mijn gezicht. Heeft die man weer lopen? Nee, kom maar, home! Home! Graag gedaan, hè? Nog niet. Ja, maar die zit vast. Help eens mee, jongen. Vast moet maar open. Ietsje losser. Zapertje. Ik zal even de teams van Patreons laten zien. Thijs, kom eens hier. Hier hebben we het zorghuis in Luitek. Kijk, zijn voorhoofd. Ik stond op huis in zijn gezicht. Je ziet hem precies die streep zitten waar de ding om haartjes kwam. Tweede team Patreons, de klepstellers, zijn bezig met de V12. Grote kans dat we die vandaag nog kunnen laten drogen. Oh, nou sorry hoor. Oké. Okay. Even een nieuw pakkinkje gesneden. Dan kunnen we hem mooi dicht gaan zetten. Niet zo zin om op zijn plek te gaan liggen, ja. Wat een rotting zeg. Maar je heeft er geen zin in om op zijn plek te gaan liggen, deze. Ik moet het vetje even vastplakken, denk ik. Plak hem gewoon met vet erin. Dat blijft een beetje in de vorm van de rol. Zo. Gauw dicht schroeven. Voordat dat hardnekkige klierding weer anders gaat zitten. Dat is fijn. Nou is het weer echt een magazijn in plaats van een warehouse. Waar is het? Zo. Fijn. Overal licht, hè? Klaar voor montage. Straks niet vergeten even een nieuwe olie erin te doen.
Die leiding die we eraf hebben gehaald hier is een, dat is eigenlijk een overloop. Dan moet je hem gewoon helemaal vol gooien tot hier olie uitkomt. En dan staat er onderin een mooi laagje. Ja, dit is aftap. Ja, en deze, die kan een leiding aankomen waar dat hij hem smeert constant. Want er zit dan dat leidingje en die sproeit olie overal. Maar dat, dat is bij geen van die motoren is dat aangekoppeld. Ik weet ook niet of dat dit bij de 69 aangesloten. Kunnen we even bij die 55 kijken of dat daar wel zit. Het lijkt wel afgestopt. Het is de... wacht, hij zit hier. Even met een lampje schijnen. Ja, zit er gewoon helemaal niet op bij deze. Ik zie daar niks zitten. Helemaal geen aansluiting. Wel die, die aftap, die wel. Ja, dat kan. We zijn dan bij de wiek en de laatste cilinder zijn we nog mee bezig. Ja, die schroefdraad ook komt klaar. Ja. Dat is het. Oh, hij is te ruim nu. Hij mag al terug, een beetje. Op dezelfde manier doen. Dat ging goed. Terug gaat makkelijker denk ik ook. Die maar enkel dubbel WCB. Dan kunnen ze altijd wel een wissel van maken. Oh. Wat heb je daar net? Ja. Flexibiliteit. Voor 2 meter kabel. Nee, dat zou ik niet doen. Bakjes mooi schoon. Allemaal binnen 14 gelopen net met het gangbaar maken van die brandstofpomp. Maar dit is zo. Dat moet ook, want dan gaan we de motorolie uit het blok eruit tappen weer. En terug in de startkar doen. Slang weg. Zo. Daar komt hij dan. Ja, oh. Dat is zwarte gunk die eruit komt. Nou, misschien die motor eerst maar eens af moeten tappen. Wat een chapsel, joh. Maar het is ergens ook echt een hele grote bokkenbeer, hè? Heb je kijk eens aan. Voor vanmiddag. Lekker vullen. Ja, zeker. Even een keer de laatste dingetjes misschien een. Dat komt goed. En een goede afsluiter. Ik hoor het wel. Jelle die houdt me wel de hoogte wanneer, ja. Wanneer we van de partij zijn. Ja. Doei! Ja, super. Doei! Doei! Doei. We hebben elkaar gewaagd hier. Ja. Doei! Doei. Hey, bedankt hè! Mooi! Ja. Bedankt voor de video, jongen. Ja. Zet onder de nul op Facebook, denk ik. Ja. Goed dan. Tot ziens allemaal. Ben je net, hè? Zo, ja. Dat was hem, de laatste. Ja. 48 kleppen gesteld in 2 uurtjes tijd. En Milo doet daar een hele video over. Amateur. Komt hij net aangelopen. Hallo. Hallo. Ja. Maar hebben we wel geluk gehad met deze, want deze gingen wel echt makkelijk. Ja, er waren een paar die gingen wat moeilijker, deze bijvoorbeeld. Maar uiteindelijk ging die toch, dus ze zijn allemaal goed. Mooi. Ja. Laten we dan die gaten een beetje schoonmaken. En dan gooien we er overal een kletsje
olie in. Niet gek veel, maar gewoon een, ja, een, van een bodempje van een plastic bekertje, zoiets. Gewoon een scheutje. Dat is goed. Bij allemaal. En dan draai je hem even rond, dat er lekker overal wat olie langs die cilinderwanden zit. Dan denk ik dat we minder perslucht nodig hebben om die kaas rond te gooien. En ook meer ook. Maar die uitlaten, daar komt het toch wel langs uit, maar dat is toch altijd wel. Ja. Dus dat verschil merk je toch niet. Oké, dan ga ik die blazerpomp er terug opzetten. De eerste, daar moeten we nog even geen verstuiver in zetten. Ik ga hem gewoon even echt gewoon opnieuw timen. Ik ga niet, ik heb die markering ook weggehaald. We zetten de timing gewoon eventjes weer terug. Goed. Ik ga die schoonmaken. Terug erin. Nou, ik ga heel zachtjes een beetje draaien. Ja, heel weinig hoor. Heel weinig. Ja, denk ik, nou, ik stop wel. Ik moet hem, we gaan even de nul zoeken. Kijk, steeds. Deze. Nee, nog. Nou, kijk, dan zit onze 0 graden. Die moet ik vast erbij zetten. Misschien zijn. Even zien, is dat de 0 daar? Nee, dan moet ik een stukje verder. Moeten zijn. De markering voor de 0 graden bij de krukas die heb ik naar bijgesteld. Dus die klopt. Ik heb het gedaan door hier eerst de klep op tuimelen te zetten. Dus dat is het moment dat eigenlijk de uitlaatklep dicht gaat. En dat de inlaatklep open gaat. En dan begint hij aan een nieuwe cyclus. Nou gaan we de krukas nog een keer 360 graden ronddraaien. Dus één volledige slag. En dan staan hier dadelijk die nokken anders. Want dan zit hij eigenlijk op het moment van inspuiting nagenoeg. Verder, 30, ja, tweede, Ja, maar ik moet nee. De... Nee, maar kijk hier, je moet daar met je zijn. Oh, daar. Daar zo. Ja, dat is goed. Je zit niet zo vast. Dat komt goed uit. Die, hallo. Ja, ik denk gewoon even zo doen. Hups. Kijk. Nou kan, kijk. Hier. Nou kan die bus veel verder naar achteren. Dan kunnen we dadelijk die timing bijstellen. Want ik ga er niet vanuit dat we hem nou in één keer precies goed erop zetten. Hupsa. Dan moet hij eerst met zijn achterkant aanzakken. Jo, wacht even, mijn hand zit er nog. Wacht. Zo. Ja, dan moet even aan deze kant. Zo. Ja. Oké, wacht, dan moet ik met zijn gashendeltje ook daaronder. Dan moeten we die bus, kan ik nou een heel eind verder naar achter trekken, want die klip is los. Dus dat moet goed komen. Ja, dat is echt een drakending om vast te zetten, jongen, deze leiding. Ja, los is nog wel redelijk makkelijk. Ja. Oh, wacht, haha, grapje. Hij moet er onderdoor, onder die ene beugel door en bij die andere eroverheen. Dat is echt... Dan gaan we weer. Ongeluksding is dat. Ja. Huh? Zo zou hij dan moeten? Nee, dat kan niet. Dat kan toch niet? Hè? Ik denk, ja, daar is de aanboring inderdaad. Toch moet hij zo. Nou, leg hem maar eens neer dan.
Pot steen jouw neus aan. Ja, ligt nu op die leiding. Wat ligt nou op die... Wat is dit nou toch weer voor een onzin? Ja, dat is een overstort eigenlijk. Ik ga die eerst vastzetten. En dan... Ja, perfect. Dan kunnen we daar eigenlijk de pomp timen. Zo lekker, maar het komt natuurlijk uit de leiding. Nee, helaas. Oké, dan zet ik hem niet meteen helemaal knijpen vast, want dan gaan we hem eerst even op de plek zetten helemaal. Nou, mooi. Zit er weer terug op die brandstofpomp. Shit. Je laat er al eentje vallen. Ah, er zat natuurlijk geen ringetje om, dus dat scheelt. Oh jee. Ja, dat is. We gaan niet meer die pomp eruit halen. Hè? Nee. Die gaat wel zwaar. Ja. Ja. Oh, zo. Oh, dan moet je daar op staan, hè? Goed bezig, Hugo. Dat zijn allemaal spinnenwebben, hè? Ik heb ook spinnen. Ja. En die ga jij weghalen, de spinnen. Ja. Goed bezig. Hé, hey, Hugo, goed bezig. Dus de voeding trekken hier even over. Ja, doe ik hem hierboven even lastig. 5 keer 2,5 denk ik. Maar ik moet een tuutje zetten. Ja, pak ze. Ja, zet hem maar vast hoor. U? Ik heb geen slag kunnen maken natuurlijk. Ja, goed. Strakker of... De pomp ligt nog los. Ja, dat was het. Ja, dan moeten we hem even vastzetten. Oh, dan moeten we hem eerst vastzetten. Maar we kunnen hem al wel even ongeveer timen. Geeft hij wel nu? Nou, die komt wel van alles. Ja, die wel. Ja, maar hij, die. Kijk, ja, sleutel mee, die hebben ze al net uit huis. Die deze dicht houden. Zo. Dan eens even kijken of we nou in het bereik zitten dat hij geeft. Want... Ja. Ja, dat is hier beneden te doen, dus zo. Ah, dat was hem. Oké. Okay. Nu. Nou moeten deze. Maar deze bus moeten we eigenlijk even helemaal los trekken naar achteren. Hier zit de veer in, hè. Dan kunnen we deze los trekken. En dan kan ik de motor terugdraaien. Dan gaat deze wel draaien, die bus. Dagjes. Dus daar moet je niet van schrikken, maar er gebeurt niks. En dan draai ik even de krukas terug naar die 235. En dat is het moment dat hij moet gaan inspuiten. Goed? Ja. Hij is los. Ja, goeie. Deze terugdraaien. Kijken. En dan zijn we op het punt. Even, dan ga ik nog één keer naar voren draaien. Ja, draaien we al de spelingen naar de goede kant. Ja, zet hem maar erop. Nou, ja. Die zit. Ja. Ja, hij versprong wel een stukje, maar nou kunnen we hem in ieder geval even fine-tunen. Hij zal niet helemaal kloppen nog niet, maar deze. Hij zit er daar op. Hij zit op nu op 200... 223. 223. Hij moet
iets. Zullen we eerst de pomp vastzetten en dan fijn tunen? Ja, laten we dat doen. Ja. I25, oké. Okay. Ja, dan draai hem door, hè. Ja. Komt ie. Oh. Oh. Ja, lukt het? Ja. Oké. Okay. Sta ik even de pomp eerst vastzetten, dan... Dan tunen we hem fijn. Vermoedelijk moet hem dadelijk toch nog een tand versteken. Kan ik hem er tegenaan laten staan? Jopt. Nee, dat is niet meer plek. Ja, dat moet eigenlijk wel kopen. Ja, dat heb ik ook gedaan. Oh, dat was hem. Wat een grappenmakertje. Dat duurde lang. We zitten nu op 3,35, dus we moeten hem eigenlijk iets terug doen. Ik denk dat we nou echt gewoon tanden moeten gaan versteken hier. Nou moeten we heel even goed opletten, Meijnen, want wat ik nu doe, dan draai ik hem terug en dan zouden we eigenlijk die bus willen vasthouden. Dus ik weet niet precies welke kant hij opdraait. Kijken. Hij draait, ja dat weet ik ook niet. Ja, hij draait... Terug. Dus je moet hem eigenlijk zo, Meijnen, je moet hem zo terugtrekken. Ja, dan moeten we hem één tand zo verzetten. Deze volgens mij. Hij begon. Even kijken. Even door. We zitten er nou weer 10 graden voorbij volgens mij. Ja, deze. Daar begint hij. Dat is de goede stand dus. Oh. Hebben we één tand verschoven, hè? Ja, denk het wel. Niet meer dan dat hij... Hij zit op 3,13. Nog één tand dus. Ja, dus we moeten hem lostrekken nou eigenlijk. En dan, ja, ik denk dat hij niet nauwkeurig kan. Ik denk als we hem nauwkeuriger willen hebben, moeten we hem met die bouten stellen hier in het midden. Ja, dat dacht ik ook al. Daar kan je hem echt mee fijntunen. Ja, daarom zijn die bouten zo waarschijnlijk. Ja, dat zou kunnen. Oké, ja, dat moet ik maar los. Dan draai ik hem, dan proberen één tand los. Verder te doen. Zo, dus probeer hem, zet hem maar eens tegen. Nou, het gaat er niet in één keer op. Ga ik verder draaien. Dan zie je, het moet wel veel te ver. Alweer. Ja. Dat is heel ver. Hangt hij ergens tegenaan? Nou ja, volgens mij. Nou, hij draait mee de motor. Hij zit er dan op in ieder geval. Oh. Hij zit er nu op. Oh, oké. Okay. Dus laten we hem even kijken hoe hij staat nou dan. Ja, hij zit op 3,35 zit hij nou. Hij zit weer hetzelfde als daar straks. Ja, we krijgen hem gewoon niet nauwkeurig gesteld. Het enige wat we kunnen doen is hem... Scheef zetten. Ja? Scheef zetten de pomp. Ja, hij zit misschien ook al wel een beetje scheef. Ja, hij zit... Nou, dat valt wel mee volgens mij. Ja. Want welke kant draait hij nou op? Weet ik eigenlijk niet. De draairichting van de pomp is hetzelfde als krukas of is... Nee, het is andersom. Andersom en hij staat nu op 3,35. Dus dan moeten we hem eigenlijk in de. Dan moeten we de pomp in de draairichting mee zetten. Dan komt hij. Maar hij moet vroeger. Dan moet hij. Nee, je moet hem tegen de draairichting inzetten. Dan gaat hij eerder. Ja. Ja. Dus dan moeten we deze bouten loszetten. Deze. Die een beetje los en deze een beetje vast. Ja, mensen zeggen altijd dat wij Luca zo slecht behandelen. Nou. Oh, dat niks Zeker bij jou niet. Echt? Ja. Een lampenkap.
Nou oh, joh. Draaien! Dat voor een teken. Ja. Uiteindelijk dat je een keer aan het werk is. Belletje moet tussen die twee streepjes staan, Thijs. Ja. Dat weet ik. Het is makkelijk om mee op stolsel te draaien. Je hoeft niet veel kracht te zetten om... Kracht te zetten? Hier. Zo. Zo, de meterkast is volledig aangesloten. Ik ga hem testen volgens een M1010. We gaan de aardweerstand meten, netimpedantie. We gaan de aardlichtschakelaars testen, de isolatieweerstand van de gele installatie. Nou, ik ben net al wat metingen aan het doen geweest. Misschien is het wel leuk dat we even meekijken dat ik een aardlichtschakelaar ga testen. De aardlichtschakelaar die moet tussen de 15 en 30 mA lekstroom moet uitschakelen binnen een tijd van 300 milliseconden. Nou, zo heb ik alle aardigs getest. En K6 moet ik nog testen, dus die ga ik nou eens testen. Ik heb de meter op stand staan uit die aardigschakelaars test. Nou, dan gaat hij een lekstroom laten lopen. Nou, hij schakelt uit binnen 21 mA. Dus dat is tussen de 15 en 30. Dus dat is goed binnen 38 milliseconden. Dat zou binnen 300 milliseconden moeten zijn, dus deze aardlichtschakelaar is goed. En zo ben ik eigenlijk allemaal aan het testen geweest. En daar ga ik nou rapporteren. En dan krijgt Emiel daar straks een rapportage van. Ja, top. Vier zeer sympathieke, aardige collega's. Nee. Ik geld om mijn nieuwe te kopen. Ja, maar kan. Dat is zo niet zeg. Ja. Nee, ik had geen zin om nog eentje te verpesten, zeg maar. Nee. 13, serieus? Dank u. Ja, dank jij. Dat heb ik niet. Je hoort er ook een plug in de boek. Plug in de boek. Oh, dat kan ik al zien. Nee. Ja, ik weet het. We gaan even aan de boek. Dat was hem al. Dichtroepen en starten. Inderdaad. Ja. Nieuw, nieuw, nieuw. Ja, daar heb ik weer eventjes mijn beste Stanley Mesh skills boven tafel gehaald. En even een paar nieuwe ringetjes gesneden. Van dik pakkingpapier. Nou, dit komt goed. Nou, dan moet je hem wel pakken, daar heet hij. Wat waar? Daar. Ja, wat? Wat zei je? Wat dan? Ik zei niks. Ik zei niks. Je zei woorden. Nee. Niet in Wat zeg je? Ik snap het niet. Wat jij zegt? Wat jij wil met je paprika billen. Kabouterverhaal. Of Fabian die had die haar weer kabouter. Jo, Rijn. Jo, Rijn. Komen de kabouters. Wel op de rij. Kabouters zijn gekomen. Handjes in de lucht. Handjes op de rug. Oh ja. Overladen met geschenken. Daar zijn ze niet zo vlug. De kabouters. Mooi. 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 Hey. You go.
Houden we dan, half kaas. Ja, je moet nog hard gaan. Ja, een beetje gas, toch? Nou, kunnen we gaan testen? Wat willen we doen? Doet je? Ja. Goed uit? Prachtig. Nou, wel een fel lampje hoor. Nou, mooi. Mooi lampje. Even weten. Alleen nog een keer die buis misschien verlengen dat je hem een beetje zelf verdikt hebt. Ja, inderdaad. Ik zat op kijk. Ik denk die buis misschien een keer even een nieuwe voor maken. Deze, is, deze buis is een beetje... Die heeft de beste tijd gehad. En ja, dan kunnen we nog iets, iets verder... en iets, misschien iets verder omhoog. Dat hij meer ligt nog daar op die plaats werd. Nou is het heel kort bij natuurlijk. Maar de kant hier ook, je kunt hij kan wel. Hij kan nog een stuk achterover hoor. Ja. Maar je moet even kijken dat je geen gezeikende figuren krijgt. Ja, precies. Dan krijg je die van de stoel af. Dat staat allemaal weer bijna klaar. Ik ben benieuwd. We hebben die brandstofpomp gangbaar gemaakt, de kleppen gesteld. Verstuivers allemaal gecontroleerd, ook afgesteld en ook een paar vervangen. Dus het, hij zou het nou eigenlijk moeten doen. Het is alleen een beetje de vraag of we genoeg perslucht hebben om te starten. Dat is, hier zit nog wel wat lucht in. Niet zoveel. We hebben natuurlijk die hele grote cilinder nu. Daar zit wel meer druk in. Alleen daar hebben we geen fitting voor die erop past. Dus ik ben bang dat we die niet kunnen gebruiken. Maar we kunnen in ieder geval deze proberen. En we hebben een CO2 fles nog. Die zou ook nog kunnen. Hoor eens kijken of het überhaupt rondgaat hiermee. Ja. Hij wil wel, hè? Ja. Ja. Nou mooi, dan laten we olie drukken draaien. Pardon. Zullen we eens even een beetje startpiloot geven? Oké dan. Oh, dat raak je wel horen. Niet even voor de uitlaat lopen even. Dus ja, springt op mijn zwart misschien. Oh, nu. Ja. Nee, ik loop, kom er maar langs. Oh, kom er maar langs. Ik ben niet hard genoeg rond. Zo, vandaag weer een dag bezig geweest met een clubje. Zo, jazeker. Einde dag 3. Alle bekabeling zit erin. Dus dat is top. De verdeelkast is helemaal aangesloten. Die is gekeurd ook. Hij is netjes gezegeld, zie ik. Alles is afgezegeld. Ja. De verdeelkast die is mede mogelijk gemaakt door Eltech Paneelbouw. Die heeft in ieder geval een stukje bijgedragen. Kijk, altijd top. Ja, super. Ja, want eigenlijk, Jelle, jij hebt het allemaal aangeslingerd in eerste instantie. Jij zou de tekening maken en zo is eigenlijk het balletje gaan rollen. Ja. En jij bent eigenlijk een beetje de manager van het project. En jij hebt allemaal bedrijven erbij betrokken eigenlijk. Die allemaal gewoon materiaal hebben gesponsord. Diensten ook, bijvoorbeeld de hoogwerkers. Hè? Ja, dat klopt. We hebben, ik ben op een gegeven moment inderdaad steeds meer gaan doen. En op een gegeven moment willen we gewoon een complete installatie gaan maken. Hey, wat doe je? Ja, dan ga je toch in contact met leveranciers. Hugo. Ja, en kijken of die ook mee willen sponsoren. Ja, inderdaad. Want welke bedrijven hebben er allemaal meegewerkt? Eltech Paneel voor de verdeelkasten. Trilux voor de lichtlijnen. Tago voor de kabelgrootte. Ja, verder rest het schakelmateriaal en dergelijke, dat hebben wij zelf allemaal gesponsord. Allemaal van de Noren? Van de Noren, ja. En natuurlijk de hoogwerkers dan? De hoogwerkers, Intelletic. Ja. Dus, ja, geweldig, ja. Volgens mij wel leuk. Nou dus, ja, wij zijn er blij mee, want we kunnen de boel gewoon verzekeren. Nou, dat is echt wel. Ik heb de verdeelkast gekeurd, de installatie die is helemaal gekeurd. Daar krijg je een rapport van. En met dat rapport kun je in ieder geval een verzekering dat je een nieuwe installatie hebt. Dat doet dan de NMT10 voorschriften. Nou, super zeg. Dus, de verdeelkast. Ja, dit is netjes hè. Omhoog is aan. Ja, vooral spreekendek. Dus nu staan alle groepen staan aan. Hier is de tijdklok voor de buitenverlichting. Oh, hé, dat zit netjes ingebouwd daar. Dat zit inderdaad ingebouwd. Ja, daar. Hier. Dat is echt chic. Ja, die gaat nu op een astrofunctie. Dus die kijkt eigenlijk gewoon hoe laat gaat de zon onder. En dan gaat hij de verlichting inschakelen en hoe laat gaat de zon op. Dan
zal hij meer uitschakelen. Zo, dus die weet inderdaad welke dag het is. Ja. En dan weet hij ongeveer de tijd dat ja. Ik heb de coördinaten, de GPS-coördinaten heb ik ingegeven. En dan weet hij dat zelf. Zo. Ja. Oh, dus ik zie de zonnecentrale daar. Ja, nee, dat, ja. Dus ja stickertje erbij. Voor de PV, dat is ook vereist. Mooi hoor. Ja, mooi kastje. Met nog een reservecapaciteit erin. Super. Ja. Hey, oké. Okay. Laten we verder kijken nog, want zeker. Dat is niet alles. Er is meer. Hoi. De verlichting werkt met een schakelaar weer. Ja, dat is mooi. Ja, je hebt het al een keer laten maken, hè, de verlichting. Ja, dus ja. Zit nou eigenlijk allemaal met een stekker in een geschakeld stoptak wat daar boven zit. Dus dat stoptak daar wordt geschakeld. Oh ja, precies. Ja. Inderdaad. Oké, okay, ja, super. Ja, en dan moest ik voor de regels eigenlijk, hè? Ja, dat klopt. Eigenlijk, hetgeen wat hier zit, dat is nog niet echt goedgekeurd. Nee. Dus momenteel, de installatie die is goedgekeurd. Ja. Als je kan de stekker eruit trekken, dan is in ieder geval de installatie goed. Oké, okay, ja. En verder is hij hier, ja. Er is nog een lasdoosje wat open staat, ja, nog wel watteltjes in. Ja, het verdient nog wel een keer wat aandacht. Dat zijn de dingetjes die wij dan kunnen doen dan. Ja. Inderdaad. Ja, dit mag allemaal af straks, die oude kabels daar. En die onderste niet, dat is geen kabel, dat is een gasleiding. Die kunnen we beter laten zitten. Dus, ja. Ja, dus we hebben wel zonnepanelen, maar we kunnen nog niet helemaal van het gas af, helaas. Dat hebben we nog wel even nodig om warm te douchen en zo. Ja, nou, oké. Okay. Stopt even de koffieapparaat en de koeling. Dat is belangrijk. Ja, de koeling. Ik hoor hem al draaien. Ja, dadelijk een pils om het af te sluiten weer, hè. Nou, zo. Nou ja, maar dit is hier. Dit is echt opgeklaard, hè. Wow, snoepiet. Ook hier hebben we vandaag verlichting aangebracht. Lasdozen, stoptakjes voor de wasmachine en de roder. Dat was vorige week allemaal nog tijdelijk en hebben we nu afgewerkt. Ja, dat is eigenlijk een stukje originele installatie uiteindelijk nog laten hangen en aangekoppeld. Ja. Zodat we in ieder geval nog konden wassen. Precies. Maar nu is het allemaal weer netjes. Ja, en ook weer een lamp, hè? Hier. Ja, dat is fijn. En de schakelaar. Ja, dat is echt ideaal. Dus dan kun je ook echt alleen als je gaat wassen. Ja, precies. Dat is toch een beetje kostenbesparing. Ja, super hoor. Ja, verder is alle verlichtingen hier zijn gesloten. Ja, dat licht is geweldig. Ja, in die andere hallen zijn ook de lichtlijnen gehangen. Ja, klopt. Dat kunnen we hier natuurlijk even laten zien. Dit is een mooi voorbeeld daarvan. Oh, Mart. Gaan we hier even kijken? Ja. Kijk. Hey. Ja. Stoptakje voor de webshop ook, hè. Kijk, ja, super zeg. Ook weer een wisselschakeling hebben we hier. Ja, inderdaad, hotelschakeling. Dus ook bij die deur kun je hem ook uitzetten. Ja, het licht is wel echt geweldig hoor. Ik denk dat de kijkers dat wel kunnen beamen. Want we hebben natuurlijk al een tijdje nou die verlichting in de werkplaats. Maar het is heel fijn licht, heel helder. Dus dat vergelijkt met die TL-buizen die eerst was. Nou, dag en nacht verschil hè. 100%. Ja, zeker weten. En LED, dus dit is ook nog zuinig ook. Ja. Ah, mooi. Nou, in de werkplaats zijn alle contactdozen afgewerkt. Dus echt rondom heb jij overal 400 volt en 230. Ja, dat is geweldig. Ook daarnaast de deur open. We hebben daar goed stopcontacten zitten. Ja, als je buiten inderdaad aan de gang bent. Ja, dat is echt. We hebben van de week al best wel een aantal keer dat we ergens aan het werken waren. Ja, hier zit de stop. Ja. Oh, deze is niet aangesloten. Ah, jammer. Nou, dat is nu wel. Ja, geweldig. Ja, dat is echt fijn. We hebben er toch nog we hadden twee lampen over. Die hebben we erbij gezet. Ja. Eigenlijk nog meer licht in. Ja, hier zit echt een bak licht in. Ja, en ook in het magazijntje nu. Daar zijn nou ook. Ja, mooi hoor. Ja, dat is echt voor het filmen is dat echt zo goed. Ja. En geweldig, overal stopcontacten, want het was hier altijd een weerwar van verlengsnoeren. Ik zag zoveel liggen en kriebels dan. Ja, dat is erg hoor. Dan, en natuurlijk, wat ook echt heel fijn is nou natuurlijk met de krachtstroom, dat de fasen overal hetzelfde zijn. Want ja, we hadden bepaalde apparaten, als we die dan bij het ene stopcontact gebruikten, dan werkten ze in één keer niet meer, omdat dan de fasen verkeerd om zaten. Ja. Nou, naar alle stoptakken zijn rechtsdraaiveld. Dus mocht er ergens iets gedraaid zitten, dan moet echt in de stekker de twist maken. Precies. Nou, alle stopcontacten zijn hetzelfde. Allemaal hetzelfde. Ja, mooi. Compressor, eigen stopcontact nou ook.
Die hadden we van de week nog met een verlengsnoer. Ja. Hier moeten we nog wel een nieuw snoer aan zetten. Ja, ja, dat klopt ja. Ja. Dat is goed dat je daar even aanstipt. Een aandachtspuntje. Ja, ik moet sowieso al apparaten even kijken en die aderijndhuls erop zetten en ook zorgen dat de stekkertjes goed zitten. Ja. En moet een compressor gewoon inkorten dat je vrij hebt. Ja, ja, dat is beter hè. Ja, die moet niet op de grond liggen inderdaad. Ja, of we kunnen hem eventueel ook met een rolletje met een tie-rip vasthangen daarboven, dat kan ook. Als hij niet allemaal van die hond is. Ja. Hij gaat toch niet meer verhuizen? Nee, vermoedelijk niet, maar dat is de... Je weet het maar nooit. Ja, en deze die hebben nou ook allemaal eigen stopcontacten. Wow! Een stekker. Even kijken of het draaiveld goed is. Ja, dat is dan de vraag. Even kijken hoor. Dat klinkt goed. Hij gaat in ieder geval brommen. Kijk. Ja. Bij deze draaibank weet ik nooit of het draaiveld goed is. Nee, ik moet, weet je wat het stom is? Hij heeft een oliepompje en daarom is het heel belangrijk dat het wel eens de goede kant op draait. Alleen, alle bedieningsorganen van dit ding zijn andersom. Het is een Franse draaibank, dus Fransen zijn altijd een beetje eigenwijs. Dus ik moet even kijken dat de pomp goed draait en dat is eigenlijk het, dan weten we dat de motor de goede kant op draait. Ja, ja, maar daarom, dus ja, die stekkers moet ik allemaal nalopen en dan dat komt het helemaal goed. We hebben het niet zo bij de verstuivers. Hey! Ja, ik ben helemaal kapot, nu neem ik de leeuw. Ik zie alles weten daar, joh. Maar we hebben die zo in ieder geval. We hebben in ieder geval twee verstuivers. Dus het gaat de goede kant op. Even wat cola drinken voor wat suiker en dan ga ik weer even verder. Ah, die allemaal aan het ontluchten met tornen. Dat is voor de eerste maag, ik weet of je ook hebt. Nou. Ik zal maar niet zeggen dat ik het ook niet goed heb. Ja, deze, volgens mij, deze doet het niet. Daar is iets mee. Dus als die niet aangaat, dan is dat, dan snap ik dat. Proberen. Deze, oh! Hey, deze draait ook voor de goede kant op. Zie dat? Ja, 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 ja. Mooi. Deze draait voor de goede kant op. Ja, deze die doet het volgens mij niet. Nee. Die, oh, er zit helemaal geen snoer aan. Nee, dit is geen snoer. Oh, dat is waar. Die zat, ja. Huh? Ja, er zit geen stekker aan inderdaad. Ja. Dat klopt, die zat de vaste aansluiting. Ah, maar ik moet toch een paar stekkers bestellen, want we hebben nog een paar meer apparaten. Ja. Dan moeten we er alleen maar van. Moet er gewoon geknoopt worden. Oh, ja, ja. En daar is een stekker voor de lift. Hey. Kijk, de lift zit nou nog een zwarte stekker aan. Ja, ja, precies. Dat is een oude. Ja, hier zit een liftje inderdaad. Dat is nog iets wat over is van de champignonkwekerij. Dat liftje, kijk, daar zit het wieltje onder. Die konden ze laten zakken. Daar konden ze, hier stonden machines in. Die ze gebruikten voor die op de champignonbedden dan reden. En dat waren van die stellages. Van die bevestigingsoogjes. Maar hier is de muur al goed leeg. Ja, ja. Dat is ja, zeker. Een doosje. Een mooi hoor. Echt super. Ja. Hey. Nou, we vonden we. Nog een keertje wat puntjes op de i's te zetten. Buitenverlichting moeten we nog afmonteren. Hier en daar nog een noodbordje. En wat opknapwerk nog. Wat dingetjes fascineren. En dan zijn we lekker heel eind. Ja, super. Laatste details dan. Ja. Toch een hele klus wel, hè? Dat is een hele klus, nou, zeker. Ja. Nou, we hebben gelukkig flink ploegje iedere keer gehad. Iedereen heeft echt maar zee gehad ook. Dus, nou, dat is goed om te horen in ieder geval. Ja. Hey, laten we zo een pilsje drinken, denk ik. Ja, dat gaan we. Dat gaat lekker. Dat is altijd goed. Ja, en we moeten eigenlijk die motor daar even proberen te starten. Maar laten we dan wel even wachten op Leon. Dus misschien dat we gewoon even een pilsje moeten drinken dan. Ik vind ik een goed idee. Ja, toch? Denk het wel. Ja, anders dan is het wel, wel verdrietig natuurlijk. Dan zijn ze weg en dan... ja, zo, we hebben alvast gestart. Ziezo, nou is de lucht op, nou doet je niet meer. Dus, ja. Ja. Ja, zo gaat het dan, hè. Het is, ja. Ja. Die grote fles is ook al op. Nee, daar moet ik een vloopstuk voor knutselen. Die kan er zo nog niet aan. Dus moet ik even een vloopnippeltje voor hem. Dus, maar we hebben die CO2 fles staat naast. Dus. Meijne, zullen we even een pilsje drinken? Ja, toch? Ja, daar is echt een workout, hoor, daar. Kijk zo. Lekker. Open. Daar heb ik.
Ja, ja, we hebben een noodstop, die hebben we er hier bij, joh. Ja. Heb je het wel op deze? Dat is wel. Ja, het past. Ja. Je moet hem een beetje tunen, maar dat krijg je. Ja, dat is. Ja. Als je die zo tegenhoudt, dan haak je hem niet tegen, hoor. Nee, die brandt te goed. Doe dan! De zuiverleidingen zitten nog los, hè? Oh, wacht. Eerst even alle natte leidingen vastzetten. Ja. Nee. Ja, anders is het anti-klimaat. Anti-klimaat. Het is zo koud. Amateurs. Ja, prutsen. Dat gaat je niet doen. Even kijken. In de gaten houden. Ja, als je het ook maar meestal ook wel. Paas, goed, links. Ik kan het lekker op. Nu hebben we 0. Links van nul. Van die kant. Ja, maar wel, maar denk ik niet. De rest is anders. 2 bar, 4, 6, 7, 8 bar. 9 bar. Ja, ik zet hem dicht. Laat het dieselaar hem dicht zetten. Ook. Deze stinkt er ook iets meer. We hebben een nieuwe paus. Er is een nieuwe paus. Holy shit. Mijn werk, hè? Hij doet het. Lekker mijn... We hebben overal brandstof nou. Oh, hier lekt ook wat. Wat lekt daar? Water, water denk. Hier is het diesel. Onder de diesel, van top tot teen, er kwam een vloed. Steek het aan, hoor. Er kwam heel veel diesel uit. Ja, dat is lekker. Dat is water. Nou, dat kan wel, denk. Ja, want er heeft water ingezeten, hè? Ja, ja. Goeie Christus. Hier bij het weerbericht, plaatselijke mistbanken bij Balen. We moeten even kijken dat we een oliedruk hebben. Als we nul, beetje... nulbaar. Ja, anders moet misschien olie bij doen daar. Kom maar. Oh, don't wait! Hey!
Mooi! Great succes! En is je deze? Toch gelukt! Lekker! Nou, hey, dan gaan we het gelijk afsluiten, denk ik, toch? Zeker. Het is een mooie afsluiter zo. Dus ja, jullie allemaal hartstikke bedankt voor de hulp natuurlijk vandaag. Was het? Was weer een mooi dagje. En we gaan nou lekker een pilsje drinken en Chinees eten. En jullie allemaal hartstikke bedankt voor het kijken naar deze video. Tot de volgende. Hey! Hallo. Deze loopt hard gewerkt. Deze maakt wel meer herrie als die ander. Heerlijk. Ja, denk je dat? Maakt niet uit. Nu ook ik geen oorkap op, toen had ik oorkap op. Dat zal het schelen, want ik hoorde niks geks van deze motor. In het begin rammelde die even, maar ik denk dat dat gewoon echt die startpiloot was. Die echt dan nokken deze. Dat die zo klapperde, maar daarna toen... Maar bruut, hè, wat een geweld is dat toch, hè? Elke keer ruig als zoiets opstart, hoor. Ongelooflijk. Nou, hij is ook weer redelijk goed. Ik had de indruk dat die cilinder uiteindelijk ook mee ging doen. Ja, nu moet hem nog... Rechts rook gefilmd. Ja, omdat daar een cilinder het niet deed. Dus dat is even de vraag waarom dat zo is. Maar ik denk dat we hem gewoon aan moeten sluiten met het koelsysteem. En dan nog een keer echt lang laten draaien, echt op temperatuur komen. En dan nog eens kijken of dat hij misschien wel mee gaat doen. Dat ding heeft natuurlijk ook heel lang stilgestaan. Dat hebben we ook gezien, want alles zat vast. Wat heb je dan in Brazilië? Nee, maar dit is ook veilig. Je kunt onder dat ding zijn koel gesteemd. Je kunt gewoon zien. Ja, nee, die pas je. Ja. Het is te leuk. Je zou het dan rijden als die een kombootje zou zitten. Ja, dat kan wel. Die trekken ook. Nee, een keer een kombootje. Dat is fijn.